Goedenavond en welkom bij het Ballonnengala op het Loo, dat van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 september plaatsvond. Traditioneel begint dit evenement met precisiesprongen gedaan door het parachutistenteam. We zien hem naar beneden komen met de vlag van Apeldoorn, de officiële chute van de Koninklijke Luchtmacht. En dat is Hans Vors met 4500 sprongen. Dat zijn er toe, dan kijk je op Hans. Laat het worden. De Royal Netherlands Air Force. En je ziet die vlag, die zorgt voor het weerstand. Ja, dat zie je zeker. Dan kunnen jullie meekijken. De hoogte van 4 centimeter. Dat is geweldig. Werkzaam bij de Luchtmacht in Roosendaal. En die stapt zo meteen een klokker op zijn motor en dan gaat hij naar huis. Daar komt hij. Raoul, 0,2 centimeter. En hij wil zo graag op de nul komen. 15 centimeter. En daar baalt hij van, dat kan ik je wel vertellen. 5500 sprongen. De man uit Apeldoorn. Dat geeft hem zo meteen een geweldige applaus, want het heeft nog maar weinig mensen bereikt om een dikke 5500 sprongen te maken. En we gaan kijken naar Paul. Kijk, Noor! Paul! We hebben toch ook nog aan in de auto. Geweldig hier. Het is echt een competitie tijd, dat kan ik u vertellen. Hans, hier zijn net 4 parachutisten naar beneden gekomen. Hoe ging dat? Ja, uitstekend hè. We hebben hier een redelijke defensiepresentie met onze ballon. Die hier eigenlijk nu de derde dag gaat varen. En een extra demonstratieteam bestaande uit vandaag 4 precisiespringers. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, precisiespringers? Als je het net goed hebt gezien, is het de bedoeling inderdaad uit de lucht te vallen. En precies op eigenlijk de nul, de vierkante centimeter te landen. En daarvoor lag er een kussen, een luchtkussen. Waar vanuit de lucht eigenlijk iedere parachutist al op focust. Daar moet ik naartoe. Inschatten hoe de wind is, snelheid, het hele spelletje, alles bij elkaar moet kloppen. Aanvallen op in principe dat dead center. En dan aantikken met je voet op die schijf. En die schijf die is pakken bij 30 centimeter breed, maar dat middenstukje is 2 centimeter. Daar hebben ze speciale schoenen voor aan met een hak die ook precies daarop kan worden geplaatst. Okay. Nou, en de beste springer vandaag was inderdaad ook onze nationaal kampioen, Paul Gommers. Sergeant Paul Gommers van Bureau Internationale Militaire Sport met 0 centimeter. Dus dat oogste het applaus van het publiek. Helemaal goed. Dus precisie springen is echt een sport? Is absoluut een sport. Ja, het heeft geen Olympische status meer sinds een tiental jaren, niet meer erkend bij NOC-NSF, maar in het militaire circuit. Mm-hmm. En daar hebben we ook een groot circuit. Daar doen toch meer dan 100 landen aan mee. Een absolute discipline, precisiespringen. Daarnaast is er ook formatiespringen en stijl. Nou, dan moet je naar Teuge gaan om je te laten vertellen wat er daar allemaal gebeurt. Ja. Maar precisiespringen is wat wij doen. En het heeft natuurlijk een grote militaire relevantie. Want wat is er belangrijker dan precies neerkomen waar je wil neerkomen? Ja. En vanaf welke hoogte wordt gesprongen? Nou, vandaag zijn ze afgestapt uit een historisch vliegtuig vanaf Gilsen op 4000 voet. Nou, een voet is 30 centimeter, dus iets meer dan een kilometer. Ja, en dan met 4 parachutisten achter elkaar dat vliegtuig uit. Dat betekent dat de eerste een vrije val van een dikke 10 seconden moet maken. En dan komt de tweede, die doet er iets minder over. En uiteindelijk de laatste stapt af en trekt gelijk zijn chute open. En dan hangen ze in zo'n mooi tritje achter elkaar en dan gaan ze kijken en dan komen ze langzaam naar beneden. En is het nog gevaarlijk? Ik zeg nee, maar natuurlijk, dit is wel een sport waar vanwege de hoogte, vanwege ook het materiaal, altijd iets mis kan gaan. Ze zijn er wel absoluut op voorbereid en er zijn altijd noodprocedures natuurlijk getraind. Ze hebben ook allemaal een reserveshoot bij zich als er iets zou gebeuren. Maar deze mannen met de meest ervaren 5000 sprongen, vouwen ook altijd hun eigen shoots en hebben natuurlijk die reserve. En als het een keer misgaat, gooien ze die hoofdshoot af. Zetten ze een reserveshoot en dan wordt het even niet de schijf waar ze op mikken, maar dan gewoon een veilige landing. Na de parachutistensprong was het de beurt aan de ballonvaart. Met veel materieel reden ze het terrein van het Loo op. Vereende krachten werden de ballonnen in gereedheid gebracht en werd de koers bepaald.
En dan staat de ballon eindelijk klaar om de lucht in te gaan. En dan gebeurt er dit. Hallo. Goedenavond. Ik heb gehoord dat deze helaas niet de lucht in gaat vanavond. Nee, we gaan helaas niet de lucht in. En hoe komt dat? Nou, dat is, op dit moment hebben we te maken met een beetje vervelende windrichting. Ja. Je moet vrij hoog om een bepaalde windstroming te krijgen. En je moet minimaal 20, 22 kilometer moet je afleggen. Wil je weer in een landingsgebied terechtkomen. Ja. En voor een kort hopje is het gewoon erg moeilijk om een plekje te vinden voor deze ballon. Want er zijn wel heel veel andere ballonnen die de lucht in. Die zijn wat makkelijker om neer te zetten en in te pakken en te retrieven. Dat is de reden. Ja. En heeft dit engeltje ook nog een naam? Angel. Oh, toepasselijk. Laten we dat er maar van maken, ja. Het valt mij op. Jullie zeiden hier, met allemaal jonge mensen, hoe komt het dat jullie zo'n jonge ploeg zijn? Gewoon via erin gestroomd en dan ga je steeds verder erin. En hoe vaak... Even achtergrond gaan. Hoe vaak ben jij in je leven al ongeveer mee geweest? 3 keer pas. Dus. Okay. En hoe was dat? Zeer mooi. Ver uitzicht. Dus. Zou je vanavond ook anders meegaan? Nee, helaas niet. Ik ben donderdag al mee geweest. Dus. Okay. En hoe was het donderdag? Ja, super vaart. Ja? Hoog gegaan, dus veel gezien. En natuurlijk hier veel mensen om uit te zwaaien. Inderdaad, altijd gezellig. Gelukkig voor de vele toeschouwers gingen toch een aantal ballonnen de lucht in. Wat is precies uw taak hier vandaag? Mijn taak? Ja. Ik heb namens de Koninklijke Apeldoorn de organisatie van het hele bijprogramma. Ja. En dat bijprogramma, dus, daar heb ik de zorg voor dat het op tijd verloopt en goed verloopt. En dat aan het eind ook iedereen rondom mij tevreden is. Ja, want op dit moment is het eigenlijk in volle gang. Het is ook best wel chaotisch of... Nee, niet chaotisch, maar ik heb de briefing bijgewoond van alle ballonpiloten. Ja. En daar blijkt dat bij briefing dat men dus gebruik maakt van buienradar en allerlei andere richtingen. Ja. Daar blijkt dat het niet zo eenvoudig is om te starten met de ballonnen. En dat heeft te maken met de windrichting richting Elspet in die kant. En men kan dan moeilijk ergens een plekje vinden om op te landen. Ja. En er zijn er een aantal van de piloten die dan niet gaan varen. Die vinden dat te... gevaarlijk om te zeggen, dan moet ik te lang in de lucht blijven voordat ik een plek kan vinden. Dus dat is een beetje zorgelijk, want het publiek om mij heen, die denkt, hoe kan dat nou? Mooi weer, varen. Ja. Nou, en dat heb ik natuurlijk hetzelfde een beetje, maar goed, ik moet ook aan de organisatie van de ballonnen denken. Ik heb er wel gevoel voor, maar niet in de zin van, dat gaan we niet omhoog. En er zijn al een paar ballonnen weggegaan, hoe ging dat? Ja, dat was even, zijn proefballonnen, nou in die zin proefballonnen, men kijkt waar die naartoe gaan. Dus als men toch die richting Elspet hei en eigenlijk een beetje moeilijk van landing krijgen. Dan zijn anderen die zeggen, ja, dat doe ik dus niet, dat ga ik niet doen. Ja. Dus die gaan dan niet weg. Mochten dus die ballonnen wat schuiven, zo richting fase, dan gaat men wel de lucht in. En hoe is dat de andere avonden gegaan? Goed verlopen. We hebben de donderdagavond een leuke avond gehad met tussen de 3.000 en 4.000 man publiek. Mm-hmm. We hebben de zaterdagavond, gisteravond ook, ik denk 7.000 man gehad. Met prachtige ballonnen omhoog, 16. Fantastisch, allemaal over het paleistuinen heen over het Loo. Was ongelooflijk. Ook de mensen die terugkwamen waren erg enthousiast. En nu vanavond had ik ook een beetje gehoopt dat die kant ook uit ging, ook over de tuinen gaan. Ja. Maar goed, dus nu eventjes afwachten wat er gaat gebeuren. Dus niet alle 16 ballonnen gaan nu weg.
dat de ballonnen het luchtruim hadden gekozen, trad het Bilse Harmonie op en was er een show van de gele rijders. Niet schrikken, want er komt er nog één. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Jawel, dankjewel, Johan.